Hallo, welkom bij een nieuwe video van theoriecursus.nl. In deze video krijg je opnieuw 8 theorievragen te zien. Ik ga een beetje uitleggen. En voor ik begin ga ik eerst even reclame maken voor ons. Want wil jij alles uitgelegd krijgen op video, dan bestel je de videocursus op theoriecursus.nl. Wil je nog meer kans om te slagen, bestel je een dagcursus of een privécursus. Nou, genoeg gepraat. Meteen door naar de eerste vraag. En die eerste vraag, dat was de laatste vraag van een andere video. Daar vroeg ik, jouw auto en aanhangwagen zijn samen 9 meter lang. Mag jij hier rijden als je richting Rotterdam-Zuidplein wil gaan? Is dat ja of is dat nee? En dat is inderdaad ja. En de meeste mensen hadden onder de video ja geantwoord. Want als een auto met een aanhangwagen langer is dan... Hoeveel meter? 7 meter, heel goed. Mag hij alleen maar in de rechter rijstrook rijden of in de rijstrook ernaast? Behalve als hij het nodig heeft om voor te sorteren. Nou, autootje met aanhangwagen gaat richting Zuidplein en dat is deze rijstrook, dus hij rijdt daar hartstikke goed. En zou hij richting Rotterdam, Kralingen, Ridderkerk, Barendrecht gaan, dan had hij ook hier mogen rijden. Zou dat richting Rotterdam-Zuidplein ook Antwerpenhavens zijn, dus 3 rijstroken voor Antwerpenhavens, dan mag je hier niet komen. Ja, dus als je langer bent dan 7 meter alleen in de 2 rechter rijstroken, helemaal rechts en daarnaast, behalve als het nodig is om voor te sorteren, dan mag je rijden waar je wil. Vraagje nummer 2. Achter jou nadert een politieauto met optische en geluidssignalen. Mag je dan door het rode licht gaan rijden? Is dat ja of is dat nee? En dat is nee. Want waarom zou je door het rode licht rijden? Dan krijg jij een boete van een paar honderd euro en die politie die zegt gewoon ja, had je maar niet door rood moeten rijden. Ja, dus je mag ruimte maken. Als daar achter jou een politie, een brandweer, een ambulance komt met geluidssignalen en zijn blauwe zwaailichtjes. Ruimte maken mag, maar de wet overtreden, dat moet je niet gaan doen. Want dan gaat het jouw geld kosten en ja, voor de rest kiet je er weinig mee op. Ja, onthouden, wel ruimte maken, geen wet overtreden. Vraag 3. Je parkeert hier. Mag dat? Nou, je ziet een eenrichtingsweg, je ziet een bord verboden om wat te doen? Parkeren of stilstaan? Oké, er staat een kruis hè, op het bord en een kruis eindigt op de letter S, de S van stilstaan verboden. Goed zo, dus een eenrichtingsweg en verboden om stil te staan aan de rechterkant, maar je staat aan de linkerkant. Dus mag dat? Jawel, dat mag, want... De borden die te maken hebben met parkeren gelden alleen maar aan de kant van de rijbaan waar ze staan. Dus als het bordje aan de rechterkant staat en aan de linkerkant staat het bordje niet, mag jij aan de linkerkant gewoon parkeren als je dat zo graag wil. Nummer 4. Je wil linksaf. Sorteer je dan hier goed voor? Is dat ja? Of is dat nee? En dat is nee. Want je plaats op de weg is altijd zoveel mogelijk rechts. En als daar 2 rijstroken zijn, moet je niet in die linker rijstrook voor linksaf rijden, maar moet je in die rechter rijstrook voor linksaf rijden. Zou dat aardige CBR aan jou vragen, jij wilt links en meteen daarna weer links, dus je wilt gaan keren, sorteer je dan goed voor? Ja, dan sorteer je wel goed voor. Want als je dan in de rechter rijstrook zou gaan rijden, en er rijden naast jouw auto's die linksaf gaan, kan jij niet meer keren. Ja, dus als jij gewoon linksaf wil, dan rij je hier volgens het CBR. En wil je keren, dan rij je daar. Duidelijk? Goed, kan ik naar de volgende vraag. Nummertje 5. Je gaat hier stoppen om een passagier uit te laten stappen. Mag dat? Ja of nee? En ik denk dat de meesten dit wel weten, dat mag niet. Want jij mag niet stilstaan op een fietsstrook. En je mag ook niet stilstaan op de rijbaan naast een fietsstrook.
Zouden hiernaast parkeerplaatsen zijn, dan mag je natuurlijk wel in de parkeerplaatsen naast de fietsstrook gaan staan, maar niet op de rijbaan. Dus dit mag niet, gewoon door blijven rijden en ergens anders een plekje gaan zoeken en dan loopt hij maar een paar honderd meter. Ja, daar mag jij in ieder geval niet stilstaan. Nummer 6. Je gaat hier stoppen om een passagier in te laten stappen. Mag dat? Ja. Of nee? Als je hebt gezegd ja, dan heb je het hartstikke goed. Want je staat niet op een fietsstrook, want je ziet nergens een tekening van een fiets. En als je geen tekening van een fiets ziet, dan is het ook geen fietsstrook, maar een suggestiestrook. En op een suggestiestrook mag jij gewoon stoppen om iemand uit te laten stappen. Je mag daar stoppen om te laden en te lossen. Je mag daar stoppen om de weg te vragen. Je mag daar stoppen om weet ik veel wat te doen. En je mag er ook gewoon parkeren. Ja, dus op een suggestiestrook mag jij van alles doen en laten wat je maar wil. Maar zie je een tekeningetje van een fiets, net zoals bij de vorige vraag, dan mag je er niet stilstaan, niet erop en ook niet ernaast. Dan gaan we naar nummertje 7. Een verkeersslachtoffer is bewusteloos en heeft geen hartslag. Je gaat reanimeren. Hoe doe je dat op de juiste manier? Is het antwoord A. Eerst 30 borstcompressies in een tempo van 100 à 120 keer per minuut en daarna 2 keer beademen. Dus net als wat die kat doet, ja, maar dan heel snel, tik, 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 tik. Ja, dus ongeveer 2 keer per seconde. Of ga je eerst 2 keer beademen en daarna 30 borstcompressies in een tempo van 100 à 120 keer per minuut. Of is het antwoord C. Je gaat eerst 30 borstcompressies geven in een tempo van 50 à 60 keer per minuut. Dus ongeveer 1 keer per seconde. En daarna 2 keer beademen. Ja, dan weet ik dat je denkt, wat kan mij dat schelen allemaal? Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen dat je dat denkt. Maar het CBR vindt het ook gewoon leuk om dit soort dingen te vragen. Je moet gewoon een halve soort EHBO-diploma hebben om je theorie-examen bij het CBR te kunnen halen. Ik kan daar ook niks aan doen. Ik bedenk die vragen niet zelf. CBR bedenkt ze. Ga jij nou maar even bedenken wat het juiste antwoord moet zijn. En het juiste antwoord is A. Dus maak je het ooit mee in je leven en je moet iemand reanimeren omdat hij geen hartslag meer heeft. Eerst 30 borstcompressies. Dus hier ongeveer, daar waar die kat het doet. En dan ga je heel snel drukken. 30 keer. Bam, 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 bam. En daarna ga je 2 keer beademen. Dan ga je even controleren of hij dan misschien weer een hartslag heeft en adem gaat halen. Nou, om nou eventjes te laten zien hoe het allemaal werkt, heb ik hier de 6 stappen die je moet doen bij iemand die een hartstilstand heeft. Ik ga het niet allemaal oplezen. Als je het wil lezen, dan zet je de video even stop en dan lees je het even op je gemak hoe je iemand moet gaan reanimeren. En als je denkt het interesseert me niet, dan laat je gewoon die video doorspelen. Want hierna krijgen we nummertje 4 en nummertje 5 en nummertje 6. En als je denkt van ik vind het allemaal wel mooi, ik hoef dat niet te weten of ik leer het later wel. Ik vind het allemaal helemaal goed. Nou, voor ik naar de laatste vraag ga, dan ga ik nog een keertje vertellen dat de beste videocursus, dat je die kunt bestellen op theoriecursus.nl. En als je helemaal zeker wilt weten dat je gaat slagen, bestel je gewoon een privécursus. Doe jij de privécursus over 2-3 maanden, dan krijg je gewoon toegang tot over die 2-3 maanden tot de videocursus. Als je dan nog zakt, dan heb je en de videocursus niet goed gekeken en je hebt niet naar me geluisterd bij de privécursus. Goed, de laatste vraag. En de laatste vraag ga ik natuurlijk weer geen antwoord geven. Het antwoord mag je lekker zelf gaan bedenken. Wat is de juiste volgorde van voor laten gaan? Gaat eerst die voetganger of gaat eerst die tram of gaat eerst die auto? En wie is nummer 2? Is dat die voetganger, die tram of die auto? Bedenk het maar zelf. Ja, zet je antwoorden lekker hieronder in de comments. Denk er rustig over na. En het antwoord ga ik natuurlijk geven in de volgende video. En die zal waarschijnlijk wel morgen komen of overmorgen.
Nou, dan ga ik je een fijne dag, een fijne avond of een fijne nacht wensen. Leg eraan hoe laat je aan het kijken bent. Zie je graag weer terug bij een andere video. Bedankt, adios en ciao. Heel goed.